sommelier glazen te schenken en te laten proeven, zodanig dat we niet wisten wat we in ons glas kregen. Voilà. Uit dit proeverijtje zijn er een aantal verrassende uitslagen gekomen. We hebben een beetje afgeweken van de normale procedure. Bij bierpassie geven wij geen quotaties, maar enkel kwalitatieve beschrijvingen van de bieren. Vandaag hebben we de bieren onderverdeeld in drie categorieën, namelijk drie sterren zijn er goed. We gaan ervan uit dat er geen pilsen in België gemaakt worden die niet goed zijn. Dus goed was voor ons de minste quotatie, drie sterren. Vier sterren was excellent. Vijf sterren exceptioneel. Oké. Om u nogmaals erop te benadrukken, deze proeverij is volledig, en daarom denk ik ook wel dat ze dat aan Bierpassie hebben toevertrouwd, is volledig onafhankelijk, objectief, blind gebeurd, zonder enige, ja, u weet wel wat ik bedoel. Het waren zes prachtige bieren. Ik denk dat er vier mogen zijn op elk bier dat geproefd geweest is. Maar zoals dat gaat in proeverijen, hè? All beer are born equal, but some beers are born more equal than the others. Oké? We gaan u niet langer uw nieuwsgierigheid op de proef stellen. En we gaan eerst de vier bieren noemen die drie sterren gehaald hebben. Dat zijn Stella Artois uit Leuven. Dat zijn Jupiler uit Jupille. Dat is Vedette uit Brindel. En dat is Maas, gebrouwen te Alken. Juist, hè? Oké. Dus dat zijn er vier van de zes. En de rest zijn er nog twee. Het bier dat drie sterren en half haalde, en hier ga ik toch iets meer zeggen, omwille van zijn prachtig boeket, zeer floraal in bloemig aroma, volheid in de smaak, met een zoet middengebied, maar toch een mooie bitter op het einde. Geslaagd met cum laude van de jury, drie sterren en half, voor het biobier Lerken Lager. Een applausje dan graag, alsjeblieft. En dan de winner takes it all. Winnaar met vier sterren. Absolute winnaar met vier sterren. En ik denk dat Jan Fleurekes nu het glas hoog mag geven, want de winnaar met vier sterren is Mongozo Premium Pils. Gedragen door Brouwerij Huygen. En de jury heeft hiervoor unaniem gejureerd. Is gevallen voor de mooie opale kleur met paarling, een zeer florale hopneus. Het bier was een beetje bijtend op de tong, maar wij vonden dat wel lekker. En had ook een lekkere bittere afdronk. Dus bierliefhebbers, houden van dit bier. En daarmee zou ik u willen eindigen en bedankt voor uw aandacht. Proficiat voor Brouwerij Huygen en Jan Fleurekes van Mongozo. Vandaag te kunnen zeggen, onze glutenvrije, biologische en ook fairtrade pilsbier is minstens evenwaardig als niet meerwaardig dan de klassieke Belgische pilsen. Het is een alternatieve pils. Vandaag, u hebt het misschien gehoord op het nieuws, 1 op 1000 leidt aan de ziekte, celiakie. Dus is allergisch aan gluten. 1 op 200 heeft symptomen van de ziekte. Zijn de maagkrampen enzovoort. Wij Brouwerij Huygen zijn gekend als zijnde alternatieve brouwers. De zotste brouwer van België misschien wel, dat is waar. Maar wij gaan voor niche markten en niche consumenten.
Ook deze mogen niet verwaarloosd worden. Wij geloven in de onafhankelijkheid van de kleine brouwerijen. En we zijn vandaag heel heel fier om hier op de horecabeurs, het was een gewaagde test moet ik zeggen. Voor hetzelfde geld had het volledig misgelopen. Maar we zijn versterkt geweest door het feit dat we hetzelfde gewaagd hebben in Nederland. Nu je zult zeggen, dat is wat gemakkelijker. Want ja, vechten tegen het Heineken enzovoort is misschien... Maar Heineken is zeker geen slechte pils vandaag. Anders zou het niet wereldwijd zijn. Wij Belgische brouwers, wij kleine familiale brouwerijen, kunnen goede pils maken. En kunnen een added value betekenen voor de horeca. We zijn mooie alternatieven en wij vullen gaten. Vandaag is het nog niet bekend, glutenallergie, maar in de komende jaren gaat het aan belang winnen. Dat kan ik u garanderen. Wij staan er klaar voor. Brouwerij Huygen, dank u voor uw aanwezigheid. Dank u wel. Graag nodigen wij u uit om een lekkere Mongozo pils, glutenvrij, fair trade en biologisch samen met ons te degusteren. En natuurlijk gaat er wel ook een hapje bij en dat is niet minder dan de deliriumkaas. Op uw gezondheid heren en dames.